In Albanië woont Dukate met haar man en 3 kinderen. Het gezin woont in een huis van familieleden. Hoewel Dukate haar best doet om het huis zo goed mogelijk te onderhouden, verkeert het in een slechte staat. Het is lek en beschimmeld. Het gezin kampt met verschillende gezondheidsproblemen. Dukate heeft Parkinson en 2 kinderen hebben epilepsie. Geld voor een bezoek aan een arts of voor medicijnen is er niet. Een paar dagen per maand kan Dukate schoonmaken bij een gastenverblijf in een stad in de buurt. Daarna zorgt ze met haar man voor eten door het verbouwen van groenten en aardappelen op het land rondom hun huis. Ook houden ze kippen en hebben ze een koe. Dukate doet mee aan het Doorkastproject voor ondernemers. Door het project is ze een eigen handwerkbedrijf gestart. Haar producten verkoopt ze via enkele kleine winkels in de stad. Het extra geld gebruikt het gezin om medicijnen van te kopen. Maar ondanks haar slechte woonsituatie, verschillende ziektes en een laag inkomen, geniet de Albanese samen met haar gezin van het leven. Ze is dankbaar voor de Doorkas voedselpakketten en door het Doorkas ondernemersproject ziet ze de toekomst van haar gezin weer hoopvol tegemoet.